Was je aan het zingen? Oh, hey. Wat? Was je niet aan het zingen? Jawel, probeer gewoon één zinnetje. Eén zinnetje, dan perfect. Dan geef ik je een 10 euro PSN kaart. Dan is dit de code. Ik heb het serieus... Oké, wacht opnieuw. Ik heb het echt serieus heel erg koud. Dus, ik denk dat het tijd is om lekker een gezellig dinertje te hebben, denk ik. Wat ik vandaag ga doen is heel erg simpel. Ik ga in Discord, zoals je ziet, er zijn heel veel mensen die op het moment in Discord zitten. Echt kapot veel, dus shout-out aan iedereen die in Discord zit. En ik ga dus iemand slepen naar mij toe, of naar mijn kanaal toe, om het zo even te zeggen. Het maakt niet uit wat voor vraag het is, het maakt niet uit of het er 1 of 2 is. Het, weet je, het maakt op zich niet heel veel uit, zolang het een leuke vraag is. Het kan zo zijn dat zeg maar 1 persoon meerdere vragen heeft en dat vind ik helemaal prima. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen ik ga krijgen. Ik ga mijn headset opdoen en ik ben heel erg benieuwd wat voor vragen ik ga krijgen. Ik ben legit heel erg benieuwd. Oké, ik ga gewoon bovenaan beginnen. Ik ga mezelf unmuten en ik ben heel erg benieuwd. Hoi. Yo. Hoi. Oh mijn god, je kiest mij. Oh mijn god. Ja, je staat bovenaan. Is dat bovenaan? Nou, oké, dat is gaaf. Holy shit. Bij jou toch ook, of niet? Ik ben fucking fan van je. Peace out. En wat? En ik heb een video idee sowieso. En dat is die super rare chest. Ik weet niet of je er al uit is gehaald. Maar anders doe je daar een keertje de one super rare chest video over. Dat je alleen die kist mag gebruiken. Oké, ja. Goed idee. Goed idee. Oprecht. Ja. Oké, thanks. En wat was, als jij kinderen, jouw jeugdseries, wat waren jouw jeugdseries toen je kind was, man? Even denken hoor, wat was mijn jeugdseries? Toen ik echt klein was, Teletubbies, of course. dat was vroeger zo. En wat ik veel keek was, waar toevallig Ariana Grande ook in speelde, maar toen was het nog roze haar. Voor mij dat Victorious, volgens mij, in mijn hoofd. Ja, dat was vaak. Ja. Zeke en Loover was er vaak. Zack en Cody, dat was echt lit. En dat was het eigenlijk al. Wist je dat de Teletubbies zeg maar echt groot waren? Ja. Wist je dat? Nou, ik heb er nooit echt op gelet. Oh, zeg maar, ik zag er een tweet voorbij komen. Toen ging ik het opzoeken. Het was echt zo. Teletubbies zijn zeg maar mensen in een pak. Maar dat pak is zeg maar echt 2 meter. En ze lijken vet klein. Maar dat is gewoon niet zo, hè? Een nieuw feitje geleerd, hè? Ja. Nou, dankjewel voor je vraag en tot de volgende keer. Dankjewel, dat je mij koos. Of course, geen probleem. Oké, ik ga de volgende slepen en die naam heet... Of hij... naam heet... De naam... Laat me zitten. Hij heet Bruh. Tenminste, ik denk dat hij is. Yo, Bruh. Bruh? Hey, what's up, Bruh? Yo, Bruh. Bruh? Bruh is not here. Hallo, Senne. Hallo? Ah, chips, man. Ah, chips. Oh, hij is... Oké, dan gaan we naar Ditmar. Ditmar. Dit markeer ik. Yo, Ditmar. Yo. Yo. Hoi. Ja, hoi. Ik heb een vraag. Waarom ben je begonnen met YouTube? Oh, dankjewel. Sorry. waarom begonnen we YouTube? Om jou te trollen. Dat was één grote troll. Ja. Ja, ik stop nu. Jongens, hey, dankjewel. En doei. Doei dit maar. Doei. Tommy boy! Hey! Tommy! Hey! Zo, ik word geïrriteerd gek. Zo. Hoe gaat het? Ja, met mij gaat het goed. Zeker weten. Ja, af en toe gaat het wel gelijk. Gaat het gewoon gaat het soepel. Hoe gaat het met Fortnite? Oh, Oké, boeit me niet. Heb je een leuke vraag voor mij? Ga jij ooit een keer hydro dippen? Is dat met je schoenen en zo? Ja. Of met iets anders. Oh, ik heb een leuk idee. Ik kom naar jou toe, dan gaan we jouw hoofd hydro dippen. Oh. Oh, dat zou wel ziek zijn. Ja, je wordt er waarschijnlijk wel ziek van, maar... Op zich. Maar is goed. Zullen we dat doen? Ja? Ja, is goed. Is goed. Gaan we voor vlog doen, oké? Hey, jij bent toch de editor van andere YouTubers? Wacht, nee, dat ga ik niet zeggen. Zo, ik zat even een potje gefocust om mijn telefoontje te kijken. Ja, we zien rare dingen te kijken, of niet? Nou, ik zat... Mijn een beetje klikbeten. Ik ben onder een tracker gekomen. Ja, echt super random. Oké, nee, ja. Nou, ja. Ik heb wel echt een vraag, want het is natuurlijk binnenkort oud en nieuw. Mm-hmm. Lekker vuurwerk is afsteken. Oeh, misschien knalt hij misschien wel. En anders knalt hij misschien wel. Maar mijn vraag aan jou is... Hoeveel vlinders ga jij afsteken? Oh.
Respect voor die vraag. Ja. Die vind ik leuk bedacht. Nul. Heeft 5 jaar gekost. Oh, nice. Oh, twee man. Lekker veilig deze pick. Ja, gewoon ja. Veilig. Ja, goed, weet je het is? Ik heb er maar geen zin om het meer te doen. Is dat raar, zeg maar? Maar ik vond het 2 jaar terug, zo vond ik het echt leuk. Maar nu denk ik zo, ja, I don't care eigenlijk. Yo, Trillelel, trek aan de bel, kill. Ja, wat is dit nou? Ik was even aan het luisteren in de wachtruimte, man. Oh, goed. Leuk. Oké, ik heb geen vragen, man. Oké, één kleine vraag. Wat vind je van AZ, man? Van wat? AZ. Ja, ze doet goed, hè? Proud of them. I'm proud. Yeah. Voor de mensen die niet weten wie Kjell is. Kjell is mijn co-beheerder op Discord. En die heeft eigenlijk... Maar zonder Kjell was deze server gewoon er niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Yeah. Yo, Nick Niel. Ben je dan ook... Hallo. Ben je dan ook Nick Nielson? Damn it. Nee, niet die naam. Ja, ik kon me zelfs lookalike van Vitor me noemen. Weet je hoe klein die profielfoto is? Ik bedoel, kijk, dat Torben klein is, weet ik. Maar die profielfoto, dat weet ik niet. Ja, oké, dat klopt. Daar heb je wel gelijk in. Wat was de reden dat jij een bandunu ging dragen? Komt dat door je grote voorhoofd opvatten? Oké, gaan we zo beginnen, hè? Ja, maar dat heb ik precies hetzelde. Ik heb precies hetzelfde bij. Ja, dit is respect hoor, Nick. Dit vind ik niet kunnen, Nick. Dicht maar even. Ik weet het al. We gaan even naar jouw YouTube-kanaal. Ik wou je blokkeren. Oh ja, rapporteren. Gebruiker blokkeren. Profielfoto. Oh ja, profielfoto melden. Dat zou ik wel doen, ja. Heb jij nog een andere leuke vraag? Want dit vind ik disrespect. Nou, dankjewel voor het meedoen. En ja. Wanneer gaan we een keer potje Fortnite spelen? Tot de volgende keer. Is goed dan. Oh ja, dat klopt. Ik wou je er net in doen en toen paf, dan was je weg. Dat was net Hans Kazan. Die was ineens... Wat is je lievelingseten? Oeh, wat denk je? Ik geef je... Anything is gone. Niemand gaat weten wat mijn lievelingseten is, dus oké, sure. Hey, maantuber. Hallo? Ben je maan? Ben je de echte maan? Mag ik je nummer? Ja. Mag ik je nummer? Oké. Stuur hem even in Discord. Heb je een leuke vraag voor mij? Nou, ja, wat vond jij vroeger van school? Basisschool vond ik, moi. Gewoon zo van, ja, het is school, I guess. Middelbare school vond ik eerste en tweede echt super saai. Mm-hmm. En derde en vierde vond ik echt geweldig. Want ja, hoef je niet zoveel meer te doen, zeg maar. Dus dan vind ik het heel erg leuk. En toen mbo, dat vond ik niet leuk. En nu zit ik hier. Sommige leraren, die... ik ga er niks over zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja, dat eigenlijk. Hoi, hoe gaat het? Ja, heel goed. Hoe heet je? Ik gok zo maar Arne, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Hele goede gok geweest. Nou, heb jij een leuke vraag voor mij? Hoe lang draag je al bandana's? En hoeveel heb je er? Hoeveel ik er heb? Zo, oké, wait. Oké, wacht. Geef me 10 seconden. Zo. Oké. Wacht, ik ga ze niet... Ja, wacht, jawel. 1, 2, 3, 11, 12. 12 heb ik er, ja. Veel te veel. Dat kan ik je wel vertellen. Inderdaad, veel te veel. Kan wat we dan doen, is gewoon... Zoiets. En wat was de andere vraag? Wat was de andere vraag? Ik ben het nu al vergeten. Hoe lang heb je al bandana's? Oh, 1900 voor Christus, volgens mij. Hallo, Elisa. Alisa? I don't know. Hoi, yeah. Hoe spreek je het uit? Alisa. Heb je een vraag? Als je geen YouTuber zou zijn, wat zou je baan dan zijn? Vuilnisman waarschijnlijk of zo. Nee, ik denk ook iets met YouTube misschien of zo. Maar dan misschien, zeg maar, behind the scenes, zeg maar. Of zo. I don't know, ik zou het echt niet weten. En wat wil jij laten worden? Geen idee eigenlijk. Ja, zie je, dat is moeilijk hè. Als je dat gevraagd wordt, is het moeilijk. I'm under my umbrella. Ella, Hello? Oh, ja. Ik was bang dat je het niet was, maar let's go, je bent er. Vraag stond nog niet aan. Heb jij een leuke vraag voor mij? Ga je ooit nog Minecraft met kijkers spelen? Weet ik niet. Ja, misschien wel ooit eens, misschien ook wel niet. Ik weet het niet. Misschien dat ik in de toekomst denk van ja, dat ga ik doen. Maar misschien ook wel niet, ik weet het niet. I don't know. Hoe gaat het? Goed met jou. Vet slecht.
Ik heb nog helemaal geen echte spannende vraag gehad. Dus heb jij een leuke vraag? Oh. Nou, ik had ook niet echt hele spannende. Nou, wat is je grootste angst? Nou ja, komt wel in de buurt wel spannend, right? Bepaalde profielfoto's in deze Discord zijn gewoon echt horror. Ja, als ik naar een bioscoop ga of zoiets, ik wil geen horror, echt niet. I'm gonna die. Walibi Fright Nights of zo? Hell no dat ik dat ga doen. Hell no. Ik ben daar doodsbang voor. Echt niet. Yo, yo, yoghurt, dat moet je ontdekken. Het is Hajar met yoghurtvlekken. Hallo? Oh. Nee. Oh, nee, wacht. Hallo? Rick? Ja! Oh, mijn god! Ah! Oh, Rick. Hoi, heb jij een leuke vraag? Ja, ik heb zeker een leuke vraag. Vertel. Oké, de vraag is... YouTube heeft je veel gebracht. Wat is het positieve daaraan en wat is het negatieve daaraan? Positief is dit. Ik vind dit echt geweldig. Zeg maar met mensen praten nu, zoals nu, vind ik echt geweldig. Negatieve, dat mensen bij je huis komen of zo, denk ik. Is het echt een keer gebeurd? Ja, en dat is niet leuk. Maar voor de rest is het top. Dus dan eigenlijk... Oh, heel erg bedankt dat ik dit moet vragen. Geen probleem. Veel plezier nog. En ik weet niet met wat, maar komt wel goed, toch? Komt goed, komt goed. Ja. Oh ja, nee, veel plezier met je merchandise. Hey. Ja, dankjewel. Dat was zo cute. Oh, dat kwam mijn hart echt niet aan. Dat was zo schattig. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is Merel. Hallo? Hoi. Lin? Ga jij af en toe door het lint? Ha, ha, ha. Heel grappig. Hij was niet leuk. Dood. Hij was niet leuk, dus... Hij was wel. Oké, wacht, laat me opnieuw doen. Laat me een leukere bedenken, oké? Waarom heb je geen 5 letters? Want jij doet toch mee aan Lingo? Lingo. Hoi. 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 Het gaat lang duren, dit. Sorry, Ellie. Het spijt me. Hallo, Farah. Was je aan het zingen? Oh, hey. Was je aan het zingen? Wat? Was je niet aan het zingen? Nee, hoor. Kan je zingen? Zing eens een liedje. Nee, totaal niet. Nee, totaal jawel, niet. Doe het. Kom op, doe het. Nee. Doe het. Doe het. Doe. Kom op, doe het. Gewoon één zinnetje of zo, is prima. Ja, maar ik kan niet zingen. Dat is het ding. Jawel, sowieso wel. Sowieso wel. Sowieso niet. Nee, echt totaal niet. Jawel, kom op, je kan het. Ja, maar ik kan niet zingen. Jawel, kom op. Kom op, kom op. Ja, maar denk maar. Ja, maar ik kan dit niet. Jawel, je kan dit. Geloof in jezelf. You can do this. Ja, maar ik weet niet eens wat plan om iets te gaan doen met zingen of iets in die richting. Misschien vanaf nu dan wel. Als je het nu één keer doet, misschien dat dan iemand deze video kijkt die echt denkt van, oh mijn god. Oh mijn god. En die belt jou. Dat zou niet gebeuren. En opeens ben je populair. En daarna is ook nog miljonair. Kijk, als ik kon zingen had ik het gedaan, maar het kan het niet. Jawel, probeer gewoon één zinnetje. Eén zinnetje, dan perfect. Dan geef ik je een 10 euro PSN kaart. Nee, ik speel niet. Maakt niet uit, waar je ook op speelt. Waar speel je op? Ik speel op mijn iPad. Oké, dan geef ik je gewoon een... Als je het doet, hè, dan geef ik je een 10 euro iTunes kaart. Dan kan je kopen wat je wil. Dan hoeft het niet voor dat te zijn, helemaal niks. Kan gewoon doen wat je wil. Als jij een stukje zingt voor mij. Wacht, moet ik even een lied gaan uitkiezen, man. Nou, niet uitkiezen, maar even bedenken. Wacht, moet ik even Spotify kijken of ik kan vinden. Oh mijn god, ik heb een lied. Oké, ja. Kom op, kom op. Kom op, doe het. Dit is echt alleen maar voor lol, hè. Dit is niet serieus. Ja, maakt niet uit. Nee. Maakt ook helemaal niet uit. Maakt niet uit. Wacht. Ah, ik zit in twijfel. Wacht. Oké, ik heb er denk ik één. Is goed. Waar is die wifi? Wie heeft er wifi? Geen YouTube, geen Insta. Die phone heb ik nu niks aan. Geen Google, geen Facebook. Zeg me wat ik doen moet. Heb jij bereik? Nee, geen bereik. Ja, dat... Oké, ja, was niet helemaal zingen natuurlijk, maar ik geef nee, je nee, maar hem. Ik kan dat ook niet. Nee, maakt niet uit. Ik kan niet eens 10 euro doen, dus we maken er 15 euro van. Wait a second. Dat niet per se, hè? Jawel. Je hebt het gedaan, dus ik moet wel een belofte nakomen. Dan is dit de code, en dat is 15 euro op iTunes card. Dus, veel plezier ermee, en dankjewel. Ik weet niet nodig is, hè? Jawel, jij hebt het gedaan, dus dan moet ik het doen. Dankjewel voor het zingen. En tot de volgende keer dan, hoop ik.
Ik hoop dat ik je een keer zie bij Idols. Oh ja, en veel plezier. En laat maar even weten wat je ervan gekocht hebt. Fijne avond nog, hè? Jij ook. Jojo. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dus ik hoop dat jullie er genoten van hebben. Wat? Dat klonk niet goed. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash dan die blauwtjes omhoog. Ze super tof zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En als je dit nou vaker wil zien, laat het even weten in de reacties. Want ik vind het leuk om te doen. Alleen, ja, dat. Ik vind het leuk om te doen. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. En dan hoop ik dat ik jou morgen weer zie bij een nieuwe video om 7 uur op mijn kanaal.